allemaal, eventjes een oproepje. Op mijn werk zijn we namelijk op zoek naar 2 leuke collega's. Als uit mijn hoofd eentje voor 2 dagen in de week en een fulltime baan. Als je er meer over wil weten, het is dus school in Weesp. Klik even op de linkje in de beschrijving. En misschien word je dan wel mijn nieuwe collega. Ik weet dat heel veel juffen mij volgen. Dus dat zou heel erg leuk zijn. Dus kido. Er zitten al sokken in. Ik drink eigenlijk soms niet. En dan ga ik de... Lotje is er. Hi. Oh ja. Zeker. Hier spullen, Action Shop blog spullen. Dat is lekker. Deze klusjes, man. Zo chill, ik kan het iedereen aanraden. Nou, mevrouw, nee mevrouw, nee mevrouw, ja mevrouw. Stel ik me nou aan of wat? Hoe zouden jullie dit aanpakken? Nee, het is toch niet serieus. Ik ben er dat gaan, alles lekker zo brogen. Het grappig. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb gisteren niks gefilmd. Ik wil zet hem op. Toch weer even wennen aan de ribben. Ik heb niet gewogen, maar ik denk 150 gram blauwe bessen. En normaal eet ik dit dan met kwark. Maar ja, kwark is 100 calorieën. En heb ik altijd nog 2 broodjes. Heb ik vaak daarna nog trek en dan doe ik vaak nog een naked bar. En dat is iets van 150 calorieën. Toen dacht ik, hey, in plaats van die kwark en die naked bar kan ik beter gewoon een extra broodje doen. Dus ik heb nu 3 broodjes. En op elk broodje doe ik dus een half plakje kaas. Dus ik ga straks even invoeren, want ik denk dat ik dan nog op minder calorieën uitkom. En ik had gisteren heel veel trek naar die naked bar. Echt heel veel, mijn brood is veel beter dus. Ik ben trouwens aangekomen. Maar ik ga echt al een paar dagen niet goed naar de wc, dus ik hoop dat het daar ligt. Ik heb heel erg spierpijn van het sport van zondag, dat is top. Ik heb mijn sportkleding mee, maar ik denk dat ik vandaag te moe ben dat ik morgen ga. Maar ik ging toch zeg maar steeds tussen mijn werk. Maar ik dacht, misschien kan ik beter gewoon iedere donderdag en zondag gaan. Want ik wil nooit op mijn vrije dag. Maar ik ging dus laatst op zondag, weet je, ik ben in 10 minuten ben ik er. 12 minuten. Ja, het is toch bijna een half uur reistijd om naar de sportschool te komen, maar ja, boeiend. Misschien mag ik dat maar doen. Lekker bessen. Die zijn echt al 2 maanden in de bonus, hè, bessen. Maar misschien moet ik op mijn vrije dag wat doen. Dat is ook weer goed, want dan begint je dag, weet je. Je zegt van, kijk, ik sta 10 uur op. Ik ga even niet douchen en ik ga even zonder make-up, 10:30 in sportschool. Zoiets. Kijk maar even. Oeh, zuur. Kinderen hebben zo gym, dus dat is altijd lekker. Ik moet wel heel erg veel doen. Echt heel veel, want de week voor de vakantie was mijn opa natuurlijk heet het ziek. Dus ik was eigenlijk vrijwel elke dag naar school weg. En dat merk ik nu heel erg. Maar ik wilde niet in de vakantie dingen gaan doen. Maar nu moet ik echt even hard aan de bak. Dit is mijn avondeten. Dit is zalm. Hieronder zit veldsla, restje van gisteren. En gemengde sla, selderij, komkommer, tomaat. En dus 100 gram gerookte zalm, wat parmezaanse kaas eroverheen gedaan. En komkommer vinaigrette van Albert Heijn, vers. Wij zijn bezig met moederdag cadeautjes en ik heb bij de Vibra sokken gekocht en bij de Action textielstiften. En we zijn met een soort van behang wat ik ooit heb gekregen hele leuke zakjes aan het maken. Hier zitten al sokken in. Even kijken of ik nog ergens sokken kan laten zien. Hier is het al klaar. Hier zijn ze nog bezig met de sokken. Hier nog bezig. Zijn hier nog sokken die ik kan filmen? Even kijken. Super leuk. En hier. Hier. En nog de laatste tafel even kijken. Hier. Hele coole sokken. Super leuk. We zijn echt wel een uur bezig al. Maar het is wel echt heel erg leuk. En we zijn dan hier nog de laatste kinderen zakjes aan het maken. Hey jongens, we zijn even aan het eten. Ik kom aan mijn werk. En ik heb dus geregeld dat ik morgen mijn vrije dag even naar de dokter kan voor verwijzing voor bloedprikken. Omdat ik dus al zo lang structureel moe ben. En ik schaam me gewoon bijna. Maar ik bedenk me dus net, toen mijn moeder met Linda aan het praten ben. Van, ik drink eigenlijk soms niet. Bijna nooit. Ik eet, maar ik drink eigenlijk niet. Ik denk niet aan drinken. Als de kinderen eten en drinken, eet ik alleen maar. Er gaan dagen voorbij dat ik niet drink. Alleen koffie. En misschien een slokje uit de kraan. Dus elke keer als ik honger heb, heb ik misschien gewoon dorst. Het is heel dom. Het klinkt ook echt heel dom als ik het zo hoor. Dat ik echt denk, hoe dom ben je? Zoek ik de symptomen op. Moe. Duizelig. Hoofdpijn. Obstipatie. TMI. En
Wat was het laatste nou? Honger. Nou, wat zijn alle klachten die ik heb? Die 5. Dat zijn letterlijk mijn klachten. Logisch als je niet drinkt. Dus ik voel me ontzettend dom. En ik ga morgen nu wel naar de dokter. Ik ga dan denk ik niet daarna bloed prikken. Maar gewoon nu proberen om een week lang minstens 2 liter water per dag te drinken. Ik voel me echt ontzettend dom. Goedemorgen jongens, het is nu donderdag. Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb de dokters afgezegd. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Ik had ze gebeld. Want ik zei dus van het water drinken ding. Ik ben dus heel misselijk in de ochtend. Dus daarom vind ik het in de ochtend heel moeilijk om water te drinken. Maar de rest van de dag vind ik het helemaal niet moeilijk. Dus vergeet ik het gewoon. Ik ga dit nu dus een week proberen. Het klinkt zo raar. Maar ik heb weer van alles lopen opzoeken en het erover gehad met mensen. En het is zo logisch te verklaren allemaal. Het is echt wel zo interessant. Ik zal ook even alles willen opnoemen voor jullie. Maar ik denk dat de meesten echt denken van ja, duh. Want ik heb echt alles gescreenshot en zo. Omdat alles wordt herleid naar niet te genoeg drinken. Ik wil wel sporten vandaag in het schijningsseizoen. Maar ik heb een beetje heel lekker uitgeslapen. Want als ik heb gewerkt met de kinderen, is eigenlijk de enige keer dat ik kan uitslapen. Omdat ik dan echt heel moe ben. En als ik bijvoorbeeld vrij ben op een zaterdag, kan ik gewoon niet uitslapen op zondag. Omdat ik niet echt moe ben van de dag ervoor. Dus ik word echt heel moe van de dag, zeg maar, mijn werk. Dus dat is ook mijn nieuwe ding. Niet laat gaan slapen op woensdag of vrijdag. Zo van, ik ben toch een dag en dag vrij. Nee, lekker alsnog gewoon 11:30 ongeveer gaan slapen. Dus ook niet heel vroeg of zo. En dan lekker uitslapen tot 10:00. Dan heb ik al mijn slaap weer gehaald. En nu ga ik dus eerst alleen maar water drinken voordat ik ga ontbijten en dat soort dingen. Normaal ga ik nu koffie en paracetamol nemen de laatste tijd. Omdat ik zo moe ben en zoveel hoofdpijn heb. En nu is het water. Dom, hè? Ik eet vandaag een platbroodpizza. Kijk, hè. Met kappertjes, tonijn, paprika, een hele lekkere saus en water. Ik ga nu mijn haar wassen. Het is al bijna 9:30. We hebben Game of Thrones gekeken en ik ben al bij seizoen 8, aflevering 3. Hi, nu gaan wij haar wassen. Ga je ook je haar wassen, boe? En daarna ga ik even je orders maken. Het is al 9:30. Dus ik heb een uur en dan ga ik slapen. Want ik had een moederdagactie, dus ik moet ze wel echt vandaag maken. Hè? Wat ga jij doen, ruivogel? Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? Het is een leuke dag, hè? De hele dag met je moeder. Ik heb vandaag trouwens moederdagactie 15% op de site gezet. En een nieuwe pagina gemaakt. Waarom gaat het nou zo langzaam? Hij loopt weer vast. Soms als ik hem aanzet, loopt hij weer vast. Irritant. Hier, een nieuwe pagina met een mix en match. Die had ik eerst alleen in de pop-up staan, maar nu ook op de website. Ik heb ze niet allemaal. Ik dacht, ik ga eens even kijken of het een beetje succes is. Ik vind het zelf super leuk. Ik heb ze hier liggen trouwens. Ze zitten hierin. Bolletje. Weet je wel, schattig. Het zijn alle creolen. Creoles, de oorringetjes. Het is heel leuk, want je kunt het beeldje eroverheen schuiven. Deze gedraaiden zijn super leuk. Die was trouwens net al meteen uitverkocht. Zag ik dat iemand had er meteen 2. Maar wat dus leuk is, is dat je er ook gewoon maar eentje. Hallo! Eentje kunt bestellen. Want ik krijg toch best wel vaak de vraag of mensen oorbellen per stuk mogen kopen. En dan heb ik hier alle bedeltjes. En die zijn echt heel mooi. Ik weet niet. Ik heb het een keer heel uitgebreid gefilmd toen ik ze voor het eerst kocht voor de pop-up. Maar toen heb ik het uit mijn vlog gelaten. Omdat ik het dan weer te veel promo vond. Dan deel ik het zeg maar in mijn enthousiasme, maar dan komt het een beetje over als spam. Maar dit zijn echt... Ja, dat ga je dus nu niet zien. Het zijn allemaal hele al mooie nagels, hele mooie bedels. En ik heb er hele grootste die ik zelf het leukst vind. Space. En nog een space. Nog meer space. En een leeuw, tijger. Dat kan je er dan dus zelf aanhangen. En nog donut. En dat dan in goud en zilver. Dus dat heb ik net op de site gezet. Ben jij druk, vriend, voor 9:30? En die doe ik even hier in mijn bakkie. En dat ziet er op de site nu zo uit. Dus dat is best wel leuk. De hele set. En de oorbelletjes zijn 4 euro per stuk trouwens. En wat heb ik nog meer gedaan? Had ik nog meer iets op de site gezet? Volgens mij niet. Nee. Verder heb ik niks op de site gezet. Bol, kan je iets minder irritant doen? Dat zou echt fijn zijn. Bol. Wat ik nu ga doen is naar My Parcel. En dan ga ik de verzendlabels aanmaken voor de orders. Het is nu trouwens 7:10. Schatje,
Dat is een beetje een irritant geluid voor de mensen thuis. Voor de mensen thuis. Kom eens. Ootje, je bent druk. Helemaal. Heb jij op? Kom eens, druk. Door die camera. Vind je dat zo leuk? Oh, en het is al mijn derde fles water die ik heb gevuld. Naar mijn bestellingen. Mooie spa, bolly reclame. En dan heb ik niet verwerkt. 12 bestellingen. Eentje staat er al in. Dus die ga ik nu invoeren. Dus nieuwe doosjes besteld bij dezelfde. En deze hebben dus geen... Heel vervelend. Het kost namelijk heel veel tijd. Geen gat met een ding dat je hier ook nog op kunt sluiten. Dus ik moet hem de hele tijd met tape sluiten. Ik snap het niet, want ik dacht dat ik gewoon precies dezelfde doosje had besteld. Maar dat kost echt extra tijd. Dus daar baal ik een beetje van. Want ik heb dit keer 100 doosjes besteld. Dat is 100 keer irritant. Verzendlabel. Oh, vroeger schreef ik dit gewoon allemaal met de hand, met Ruben. Wat een verschil. En dan. Bolly. Over een half uur en mijn camera is leeg. Oh. Laat maar jongens. Ik zie jullie straks. Nee. Ik wil eventjes mijn nieuwe dingetjes laten zien. Die gisteren zijn binnengekomen van Sess en Bel. Oh, zo verliefd. Nou. Ik wou een sfeer wil maken, maar ik kan het niet. Oh ja. Hey jongens. Zie jij je op het scherm? Nee, ik zie ook niks er dus van. Lotje is er. Hi. Ik vroeg aan Lot of Lot nog wat had voor moeder. Maar nu is dat niet ingepakt in mijn ding wel. Toen zei ik, moet je het zelf geven. Kijk hoe cute. Ik heb het gestuurd, maar ik heb nog steeds niet een bevestiging van bol.com dat het ontvangen is. Oh, dat geef ik bij Komoa ook niet. En dan krijg ik mailtjes, hallo, ik heb geen bevestiging gehad. Oh ja? Ja. Ja, maar niet. Op guacamole. Nee, hou je van guacamole? Ja, sowieso toch? Ja, dit ga je echt heel lekker vinden. Ze is niet mak of zo. Maar ook niet gemeen als in bed. Maar ze is vrij traag. Jullie mogen toch gewoon op de vlog, altijd? Ja, maar... Hi. Niet, niet te veel. Ze is ook ergens van. Ah, pussy miauw. Chancer. Zachter ja? Dan de gewone borstel. Maar wat er dus... Kijk hoe mooi die is. Wat erop zit is dus de acne-borstel. Want die had ik dus gekregen. Dit moet je altijd wel uitkijken. Als je het dopje erop doet, dat die haren moeten tussen. Zie je? Oh ja. Het is echt heel irritant. Ik doe nooit het dopje erop. Doe ik het zo en dan gaan al die haren heel lang in. Oh, er zitten gaatjes in ook voor de haartjes. Ja. Maar dit vind ik echt heel moeilijk. Zie, hier zitten er weer een paar dubbel. Dat heeft moederdag cadeautjes. Want ik heb ook even. Allemaal van die gaatjes in mijn neus. Hier. Oh ja. Wel, ik ken het merk helemaal niet. Send het en is ik ook niet. Het is nieuw bij Douglas. Oh, wow. Doe maar. Ik hou van alles van de Douglas. Ja. En heel leuk. Weet je, al die mensen van al die grondleggers van dit beenhaar. Ja. Met een dan heb je geëpiladied of zo. En dan heb je echt iets van, ik mis er nog één. Als je er nog een paar over. Ja. En daar is deze heel goed voor. En deze lijkt dus erop. Die is schattig, hè? Ja, super schattig. Queen Bee. Ja. Echt super leuk. Produced in China. Ja? Ja, Olie, heel schattig. Kijk, Olie,
ik hier. Zo. Dat is goed. Ja, okay. Dat heb ik dus altijd in de auto met Ruben ook altijd. Ik had vroeger bij mijn ouders wel een kat. Nu heb ik 2 honden, maar dat is misschien wel erg. Lottes honden zijn de schattigste honden ooit, papa. Ja. Ik heb Bonnie gisteren in de douche gedaan. Dat was zo zielig. Wat moest het? Omdat hij vies was? Ja, je moet gewoon iedere 1,5 jaar zo niet dood, vind ik. Maar nu voor het eerst? Ja. Maar Bolly voor het eerst, Lilo voor het eerst. Leuk schort. Papa staat alles altijd leuk. Dit blouseje heb ik dus besteld bij de Weekamp. En ik vind het echt een soort van Fabienne Chapeau blouseje. Maar het is van... Is het nou MS of MNS? MNS, toch? MNS mode. En ik vind het vaak een beetje oma kleding, maar deze vind ik heel leuk. En ja, ik draag niet meer vaak van dit soort dingen. Vroeger droeg ik altijd dat soort dingen waar je dan vrolijk van wordt als iemand ziet dat je het aan hebt. Mensen vrolijk van je worden. En broek, want het was te koud. En ik heb verder niet zoveel gefilmd. Want ja, het was niet gezellig. Wat heb je gedaan? Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Oké. Okay. Lekker. Hij moet altijd één keer als ik hier ben, moet hij eventjes in de vlog. Heb jij dat ook al door of niet? Gaat hij eventjes, komt hij ineens in beeld, gaat hij aandacht trekken. Altijd. En zij ook, trouwens. Ja? Ik zie ze nu niet. Een momentje pakken, dat snap je wel. Kijk hem nou, gaat hij in beeld staan. Helemaal ingezoomd. Ik denk dat hij het leuk vindt. Gaat hij in beeld, gaat hij nu de folie doen. Chancer. Dat is ook echt iets. Oh, die vergeet je niet. Nee, dat zou niet. Oliver kijkt me wel heel eng aan als een moordenaar. Ah, hij denkt, film mij. Oh, hij wilde het hem film. Wat een ijdele man in mijn familie. We hebben de hele tijd 4 pietjes staan bakken en dan ga jij een beetje folie doen. Wie moet ik nou filmen? Oliver of papa? Ik weet het niet meer. Of mama? Okay. Of gewoon jezelf? Of... Ja, ik heb niks te zeggen. Oh. Dan moet je hem uitgaan. Die papa. Meringue. IJs. Ja, ik wil het wel allemaal opeten. Het zijn hele mooie merengues. Doe het gewoon lips. Van Walker of zo. Kijk nou wat een supermooi toekje we krijgen. Oh nee, toekje is dan natuurlijk niet het goede woord. Zeker. Nou, toekje gewoon toekje. Oh jongens, ik ben zo blij dat ik dit niet meer heb. Kijk, ik vertrok dus in haast. Het is nu 10:30, ik kom nu thuis. En dan zie ik dus dit. En was ik vergeten hoe erg het is. Verschrikkelijk om zo thuis te komen. Het is wel echt zo gefixt hoor. Maar Weekamp doos, Sesambel doos die weg moet. Hier spullen, Action Shop log spullen. Action Shop log spullen, Action Shop log spullen. Statief, spullen, spullen. Drama. Maar ik ga het nu opruimen, want ik ga toch nog niet naar bed. Deze lag wat te pitten. Snapte er niks van dat ik zo laat was, hè? Ik heb de pyjama broek uit de Action Shop log aan. Hij zit nu een beetje strak. Maar dat rekt wel een beetje uit. Alleen het is niet een heel lekker stofje. Het is best wel hard. En daardoor jeukt het ook een beetje eigenlijk. En hier zat een labeltje die echt heel veel pijn doet. Dus die heb ik eruit geknipt met een mes. En nu zit er een gat in. Dus het is niet echt een succes. Hij is wel leuk, maar... Misschien als je een hele grote maat neemt dat het niet op je huid zit. Maar het zit nu tegen mijn huid en het jeukt gewoon. Zo'n hele vieze stof. Ik weet niet. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ga vandaag sporten. En ik wilde naar Almere, want ik moet wat dingen terugbrengen. En ik wilde misschien ook winkelen. Maar ik moet echt mijn huis opruimen, want gisteren ging ik dus weg in een troephuis. Dus ik moet het echt fixen. Dus ik ga even alle Action spullen opruimen. Ik moet wasje draaien, vaatwasser uitruimen. Weekvlog editen, orders maken, allemaal dingen doen. En dan moet ik eigenlijk uiterlijk om 2 uur naar de sportschool. En dan daarna weer door. Zo, ik heb 1 zo'n vierkant overbroodje gegeten met 1/2 vlakje kaas en komkommer. Theegedronken, water gedronken. Hier heb ik mijn koffie. En nu is het 2 uur en om 3 uur gaat de sportschool dicht. Maar ik sport... 40 minuten, dus ik red het. Maar ik ga jullie even laten zien wat voor minimaal make-upje ik dus nu op ga doen. Mijn haar ziet er ook echt niet uit. Maar weet je, ik moet dat gewoon doen. Gewoon lekker. Maar kijk, daarna ga ik ook naar de supermarkt. Dus ik wil niet helemaal... Want ik kom gewoon in beest altijd mensen tegen. En ik vind dat gewoon niet chill. Als ik er dan gewoon echt niet uitzie. Gewoon heel onverzorgd, vind ik het. Dus ik doe even mijn NYX potloodje. Die is wat niet natuurlijks. Doe ik niet heel veel. Lotte, mijn moeder zei er gisteren ook van. Ik vind het eigenlijk helemaal niet mooier als je foundation of zo hebt. Maar ik vind toch... Ja, ik ben ook een beetje wit nu. Het liefst ga ik dus niet naar de zonnebank. Oh, ik heb nu trouwens een nieuw crempje van Bobbi Brown. Ik heb het net op mijn Insta gedeeld.
Met factor 15 en kamille en vitamine E. En het is heel erg chill. Ik volg me echt op Insta. Ik denk volgens mij volgt bijna iedereen in mijn vlog schrijft me wel op Insta hoor. Maar ja, weet je. Ik vind het ook zonde om dingen dubbel te plaatsen. Dus soms laat ik iets gewoon daar zien. Is ook gewoon leuk. Want ik post al heel weinig op Insta. Dus op die manier is het ook nog wel leuk om op Insta te volgen. Maar wat ging ik nou zeggen? Oh ja, die ga ik gewoon niet vaak naar de zonnebank. Want het is natuurlijk en slecht voor je huid. Ik had het met een collega over. Maar ik krijg hier. Zie je dit vlekje? Naast al deze vlekken. Dat krijg ik dus. Het wordt heel donker als ik dus. Dit is trouwens een heel gênant shirt. Maar goed. Het wordt heel donker als ik onder de zonnebank ben geweest. Niet per se als ik in de zon ben geweest. Dat is het gekke. Maar dat is geen goed teken. Dat zei zij ook. Plus, als je denkt, zeg maar, heel veel van mijn vrienden die kunnen gewoon na de zonnebank. Weet je, Ruben gaat na de zonnebank gewoon nog uit of sporten. En vriendinnen die gaan gewoon nog uit of sporten of dingen doen. En ik moet echt thuis zitten omdat ik het zo heet ben. Mijn hoofd helemaal rood is. Wow, de zon schijnt. Blauwe lucht. Oh, dat zie ik echt. Moet ik echt met vrienden afspreken. Maar in ieder geval, ik denk van, volgens mij vindt mijn huid, mijn gezicht, mijn lichaam maakt niet uit. Maar mijn gezicht is niet heel fijn. Die zonnebankzon, het is ook gewoon natuurlijk slecht. En de echte zon trek ik prima. En wat ik dus vanaf deze zomer, dus vanaf dit jaar, wil gaan doen is factor in mijn gezichtsverzorging. Wat ik nu dus heb. Want dat deed ik nooit, 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 nooit. Dus mascara die ik van Lotte heb gekregen. Die zij ook wel eens gekregen. Ik vind hem niet heel fijn. Sowieso is hij niet waterproof, maar ik zie bijna niks. Ik vind die andere van Max Factor wel fijn. Die heeft ook een siliconen borsteltje, maar deze niet. Voor mij zijn siliconen borstels altijd het best. Nee, hier krijg ik echt geen wimpers van gewoon. Kijk, zo kan ik nu dus de deur uitgaan. Ik vind die vlekken zo lelijk. Een beetje concealer. Een lichte concealer. Dit was een tijdje, was deze echt helemaal geweldig. Maar hij is niet heel dekkend. Ja, ik ga dan soms gewoon nog liever zonder make-up dan dit. Nou ja, het is wel beter dan net, denk ik. Oké. Okay. Weet je wat wel grappig is? Ik had weer zo'n rode labello gekocht. En dit is dan wel weer grappig als je dan weinig make-up hebt. Om dan... Oh, ik vond het in de spiegel beter. Maar dat geeft toch... Dan springen je ogen weer wat meer uit. Zou ik ook dit kunnen doen. Ik hou daarvan. Ja, dan vind ik het wel mooi. Zo'n natural lookje. Met een beetje rouge op de lèvres. Dat was lekker. Ik ben wel heel moe. En weet je wat grappig is? Ik drink dus nu 3 dagen veel water. Of gewoon normaal water. En ik zweet meer. Wow. Omdat ik een beetje tijdsnood had, ging ik alles in plaats van 50 keer 40 keer doen. En dan 1 standje zwaarder. Dus ik voel hem wel. Heerlijk om straks te gaan douchen. Ik ga nu even naar Maxis boodschappen doen en zo. Eigenlijk moet ik dus gewoon elke zondag als ik niks heb, gaan sporten en boodschappen doen. Want ik ga nu ook door de week zo vaak boodschappen doen. Dat is zo stom, want het kost ook heel veel geld. Dus eigenlijk moet ik nu gewoon voor een week boodschappen doen. En ik heb best wel een kleine koelkast. Dus stel, dan moet ik dus 3 bakken kwark. Nou, eigenlijk is dat het enige. En komkommer per dag. Niet 3 bakken kwark, ik werk maar 4 dagen. Dus ik vraag maar 2 bakken kwark, 4 komkommers. Een pakje kaas doe ik heel lang, want ik eet maar een halve plak per dag. Oh nee, een hele plak per dag. En... broodjes liggen gewoon in mijn voorraadkast. Dus. Oh ja, dat was iets ziek chills. Ze hebben dus 1 nieuwe loopband. Of misschien meer, maar ik zag er 1 staan. Waarbij je YouTube kan kijken. Echt van alles. Ik had de rest niet bekeken. Dus ik ging even Lotte's vlog kijken. Maar ik had geen oortjes. Dus ik ging zonder geluid even Lotte's vlog kijken. Ze heeft altijd leuke sfeerbeelden. Maar dat maakt het sporten veel chiller. Want kan je ook gewoon tegen jezelf zeggen. Ik ga deze hele vlog afkijken voor 25 minuten. En dan mag ik stoppen. Dus ik moet gewoon oortjes mee gaan nemen. En de accu van deze auto is leeg, dus moet ik echt snel gaan fixen. Want straks sta ik morgen ineens dat ik naar mijn werk wil en dat ik geen accu heb. Ik ben moe van sporten. Ken je dat? Dat je je benen zo voelt verzuren. Oeh, lekker. Boodschappen zijn gedaan. En het is alweer over 4:30. Ik ben net thuis, koelkast was ingeruimd. Ik reed muiden en ik zag weer iedereen op het terrasje zitten. De lucht is echt blauw en het waait niet hard. Dus ik heb even blouse aangetrokken en een broek en schoenen aan. Ik ben niet gedoucht nog steeds. Ik zie er niet eens heel onopgemaakt uit. En dan ga ik zo lekker over op het terrasje zitten. Heerlijk. Ik ben net lekker op het terrasje gezeten, maar ik ben weer vergeten te vloggen. Nu zit ik weer hier. Op de wip. In de zon. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb heel slecht geslapen, maar ik voel me wel prima. Ik heb zin in de week.
Ik ben eventjes bezig hier met mijn hoek, want ik was bij Biep geweest vrijdag. Ik weet niet of ik dat heb gefilmd. Maar ik heb heel veel boeken over het thema groei. Dus over het menselijk lichaam, over plantjes, over dieren. Nog niet heel veel over planten gevonden trouwens. Kijk, zoveel, maar ook voor de andere collega's. Dus ik ga even nadenken hoe ik hier... Ik ben hier nog even mijn yoghurt aan het eten. Had ik dit skelet al laten zien? Vet leuk. Oh, het is heel donker. Hoe ik dit hier even leuk ga neerzetten. En dit hangt er nu aan de muur. Dat vinden de kinderen echt heel leuk om lekker naar te kijken. Hallo, ik had wel een interessante vergadering op werk. Ik was trouwens helemaal niet moe vandaag, super chill. En mijn accu heeft dus problemen van de auto die ik net nieuw heb. Dus Ruby is mee aan het helpen. Hier al. En we gaan zo even samen naar de sloop. Hij is eerst aan het kijken of het überhaupt accu is. Deze klusjes, man. Eindelijk vergeet ik niet om te vloggen. Ik ben hier gaan zitten. Dat is niet van mij. Kijk, er staat grappig hier een paaltje voor stoplicht. Hier kom ik altijd gewoon aanrijden met mijn auto. En dan zie ik hier mensen altijd chilling. Soms zit ik ook daar. Maar hier heb je dus veel minder wind. Daar heb je wel wind. En hier waar ik nu zit voelt het gewoon als zomer. Dus ik ga lekker een tomatensapje drinken. Heerlijk. Ik heb een wijntje. De laatste tijd probeer ik toch weer af en toe gewoon heel voorzichtig iets van alcohol te drinken. Want ik vind het gewoon wel jammer om echt nooit iets te kunnen drinken. Dus laatst had ik een Baileys en bij mijn ouders had ik een glaasje Asti en nu heb ik een wit wijntje. Ga ik gewoon heel rustig. Maar ik vind het wel gewoon echt heel lekker. Dit? Wow, jongens, kijk hoe bruin ik ben geworden. Het was zo lekker. Die salade kostte €2,50, echt gestoord. Het was zo chill, ik kan het iedereen aanraden. Het is nu bijna 7:30. Tuurlijk heb je dan iets kortere avond, maar dit na je werk doen is gewoon nu net alsof het vandaag zondag was. En ik vandaag weekend had. Dus echt genieten. En gratis zonnebank. Is toch wel 50 of zo. Lekker. Ik zie er echt gewoon zo gezond uit nu. Vet chill. Wat wou ik nog zeggen? Oh ja, het wijntje kon er niet tegen. Dus ik heb hem teruggegeven. Niet wel voor betaald natuurlijk. Maar ik dacht ja, ik ga het niet opdrinken. Oh, het is zo lekker. Kijk, het is zo anders of je na een werkdag gewoon helemaal verrot op de bank ligt. Of dit. Ik wil echt hiervan gaan profiteren gewoon. Ik wil het echt vaker gaan doen. De laatste weken van mijn werk. Weet je hoeveel chiller je dan de zomervakantie ingaat? Heerlijk. En hij zit hier een wilgen ook te eten. Goedemorgen. Zonder zorgen. Ik ben zo blij. Ik ben weer niet heel moe. Ik weet niet precies waar het er komt, maar ik ben happy. Wat wil ik vertellen? Ik heb op dinsdag hebben ze altijd gym. Dus dat is altijd heel chill. Ik moet eventjes mijn haar nog... Maar haar wordt de laatste tijd zo snel vet, had ik dat al gezegd. Ik word er echt gek van. Ik moet het echt maar even uitstellen steeds. Maar ik heb hele lekkere grote blauwe bessen die ik ga eten met mijn... dat is 150 gram bessen. En dat doe ik met 250 gram van deze. En dan kan ik straks lekker eten tijdens de gym. Dan heb ik hier weer iets van 150 ml sojamelk met 1,5 kupje koffie. Want hij doet het niet zo goed, mijn apparaat. Heel vervelend. Welke kupjes ik heb koop. Deze tas mee. En ik heb deze tas steeds mee. Voor eten. Het is echt heel grappig eigenlijk. Maar ik vind het zo zonde om steeds een plastic zakje te gebruiken op een dag. Of een hele bak voor twee broodjes. En hierin zit mijn overbroodje gewoon los in de tas. Vet goor eigenlijk. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik heb een citroen mee. Ik dacht dat het lekker voor door het water. En ik ga even mijn haar vast doen. Dat is ook wel even handig. Oké, wat had ik jullie al laten zien? Volgens mij alles hè, uit de hoek. Ik heb de boekjes ook al laten zien. Ze vonden het helemaal leuk gisteren. Ik heb nu een Instagram pagina gemaakt. De klas van juf Charlotte. En daar heb ik best wel veel volgers op ook van jullie. Maar daar plaats ik dus nu probeer ik steeds meer dingen op te plaatsen. En ik had gisteren best wel veel leuke dingen geplaatst. Dus mocht je meer willen zien over de klas. Kijk daar even. En dan ga ik eventjes. Oh ja, mijn bord moet ik nog even doen. Hallo. Ik ga weer op het terrasje zitten. En ik wil nog steeds zeggen dat ik het echt chill vind. Ik heb letterlijk concealer, mascara en wenkbrauwen op. Maandag werken. En eigenlijk vind ik dat je huid er dus slechter uitziet na een dag werken. Als je wel veel make-up op had. Als je niet veel make-up op had. Je denkt dat ik een leuke outfit aan heb. Maar hieronder is een joggingbroek. Ik had gewoon, het zit veel lekkerder. Dus ik ga nu weer op het rustje zitten, want het is heerlijk. En morgen is de laatste dag maar weer, geloof ik. Sorry, bol. Goedemorgen jongens. Zien jullie, ik ben benieuwd of jullie het ook zien, het verschil met mijn huid van een tijdje terug en nu? Jullie weten hoe onrustig mijn huid is? Kijk, in vol licht is dit nu. Nou, wat komt er nu in je op?
veel minder onrustig, toch? Die uitslag hier, veel minder onrustig. Hier een heel klein puistje. Hier nog wel wat vlekjes, maar het is bijna helemaal glad. Oppervlakkig, zeg maar. Of niks aan de oppervlakte, juist. En het is zo grappig. Want ik heb nu dus 2 dagen aan mijn werk in de zon gezeten. Dat werkt, helpt ook mee. Maar ik scrub niet meer. En mijn huid is veel zachter. En ik vind het eigenlijk heel logisch dat dat de reden is ook. Want je scrubt continu je laagje weg. En dat kan toch niet herstellen. En ik doe nu elke dag die borstel. Maakt niet uit met welke face wash. En ik heb de hele tijd de dagcreme. Daar zal het niet aan liggen. En ik drink meer water. Ik vind het zelf wel super interessant. Eigenlijk. En ik heb dus wel het probleem dat mijn haar dus weer heel snel vet wordt. Want ik wilde het gisteren eigenlijk al wassen. En dat was eigenlijk al na 2 dagen. Terwijl ik het een tijdje echt om de 5 dagen heb kunnen doen. Maar in de vakantie heb ik het, geloof ik. Vaak is de vakantie voor mij het moment om mijn haar weer te resetten. Als in, kijk, nu gaat het. Heb ik droogshampoo gedaan. Nu kan het nog wel. En dan heb ik morgen vrije dag. Dus dan hoef ik vanavond mijn haar niet te wassen. Omdat ik op mijn vrije dag morgen het niet erg is als mijn haar een beetje vet is. Dus daardoor stel ik het uit, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Maar als ik morgen moet werken, had ik het vanavond gewassen. Dus in de vakantie doe ik het daar altijd zo. Dat ik denk, oké, ik zie nu niemand, ik zit alleen maar thuis. Ik ga nu het uitstellen. Want als ik mijn haar wassen uitstel, kan ik de volgende keer weer zo langer over doen om mijn haar te wassen. Maar als ik ook maar 1 keer, bijvoorbeeld toen in de kroeg had ik rookgeur in mijn haar. En dat had ik het net de dag voor gewassen. Als ik dan dus ga wassen, is meteen het hele haarwasritueel verpest. Heeft iemand dat ook? Dat is trouwens in mijn oog. Ik ga weer 2 broodjes in de oven doen. 100 gram, 150 gram blauwbessen wegen. Even denken of ik koffie ga maken. Tegenwoordig neem ik het mee naar mijn werk. Ik ga nu wel even een kopje koffie maken. Ja, oké. Okay. Doei. We hadden vandaag zo'n leuke les, want ze moesten laatst een dialoog schrijven. Geleerd hoe dat moet. En vandaag moesten ze het even afmaken. En mochten ze door de hele school eigenlijk, of door de hele gang en daar, in 2 tallen oefenen. En vrijdag gaan ze het spelen, want we hadden nu geen tijd meer. Maar ik heb bijvoorbeeld de juf van Charlotte pagina 8 foto's van schriftjes ingezet. Want het is echt super leuk om te lezen waar ze mee komen. Dus dat wil ik even zeggen. Hey jongens, sorry ik zie er nu echt niet uit. Ik ben zo chagrijnig. Gisterochtend kon ik dus maar heel erg kort douchen. En ik dacht van nou, ik zal wel zo moe zijn dat ik gewoon aan het slapen was. En niet door had dat de tijd al voorbij was of zo. Toen kwam ik thuis en dacht ik dat de lampjes van mijn broiler niet meer branden. En dat de broiler gewoon helemaal uit was en kapot. Nou, toen moest ik dus, was dat te laat om een normale nummer te bellen. Dus toen moest ik de optie doen van spoed, zeg maar. Nou, toen werd ik na 1,5 uur teruggebeld door de monteur. Nadat ik contact had gehad. Eerst ook een fijne vrouw. Toen comfortpartners, een hele rare vrouw. Om een raam wordt gelapt, jeetje. Ook voor het eerst. Weet je hoe vies het hier is? Zo, ik ben net blij dat de dingen nog dicht zitten. Gezellig. Oh, boven staat mijn raam open. Zal ik die dicht doen? In ieder geval, een hele vervelende vrouw die gewoon niet kan communiceren. Zo had ik na 1,5 uur nog steeds niet teruggebeld door de monteur, want hij zou dan die avond komen. Dus ik bel terug. Ik zeg, ja, die vrouw was zo onduidelijk. Zij zei, oh ja. Ja, ik werk ook met die vrouw, dus ik weet wat je bedoelt. Nou, maar ik belde de monteur maar terug na 1,5 uur. Ja, vanavond gaat me niet lukken, want dan zou ik met lekkage. Dus ik zei, nou, oké, ik begrijp het. Morgenochtend vroeg wordt ze gebeld en dan ben je de eerste, natuurlijk, een van de eerste op het lijstje. En zei ik ook van, nou, kan het dan rond 1 uur? Ja, natuurlijk, bla bla bla. Sorry. Word ik gebeld? Dus ik miste net de oproep. Ik lag te slapen. Bel ik terug. Naar het nummer die ze zeggen dat ik moet bellen. Nee, het staat niet in ons systeem. Ik zou het dus weer aanberen. Ik moest het nummer terugbrengen. Oh, zeg dat dan eens. En dan word je weer doorverbonden. Ik heb dat zo vaak, dat ik echt denk, waarom doe je zo onaardig? Waarom? Doe even normaal wel. Wat is je postcode, mevrouw? Ik heb nog nooit iemand gehad die de letters niet verstond. Ze zei ze iets van de namen die je kunt gebruiken. Weet je, dat is A voor Anton, bla bla. Maar ze zei zoiets raars. Ik verstond er helemaal niks van. Ik zeg, wat zegt ze? Ik zei, nee, A van Anton. Oh, dank u wel, mevrouw. Zo praat ze ook echt.
Ik ben zo geïrriteerd. Niet normaal. Ik kan er zo slecht tegen. Toen. Wat mooi dit. Toen. Het gaat om de toon. Nee, mevrouw, dat kan helaas niet. We hebben het heel erg druk. Nee, mevrouw. Nee, mevrouw. Nee, mevrouw. Nee, dat kan ik helaas niet voor u regelen. De monteur komt tussen 12 en 5. Ik zo, is het mogelijk dat een monteur contact met mij opneemt om een iets duidelijker indicatie te geven? Want ik moet anders een hele dag vrij nemen. Kijk, toevallig ben ik vandaag vrij op donderdag. Maar mijn hele donderdag van 12 tot 5 is weg, hè? 12 tot 5, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ik ben wel iemand die dan 's ochtends even wil chillen op vrijdag. Maar 12 tot 5 zijn letterlijk 12 tot 6 de uren die mijn vrijdag maken. Waarop ik iets kan doen, weet je. Ik wilde bijvoorbeeld ook sporten. Nou, dat kan ik dan nu nog voor 12 gaan doen. Zonder te hebben gedoucht en blablabla. En ik wil, ik moet naar Almere, want ik moet echt dingen terugbrengen. Ik dacht even winkels kijken. Toevallig is koopavond tot donderdag. Dus het komt allemaal goed, maar ik vind het niet leuk. En is het mogelijk om al een uur van tevoren ongeveer te bellen? Want dan kan ik uit mijn werk. Kijk, weet zij veel dat ik niet aan het werk ben, maar ik wil gewoon duidelijker. Dan kan ik uit mijn werk vertrekken. Maar ik praat gewoon heel aardig, weet je wel. Nee, mevrouw, hij staat alleen aan het werk in Muiden. Dus hij kan u niet bellen, want hij is in de buurt. Maar denk ik, je weet toch naar welk adres je hierna gaat. Dus je weet toch of ik aan het eind van je sessie zit of aan het begin van je sessie of iets. Je zou kunnen meewerken. Hi. Het is inmiddels 10:30. Ik heb Temptation gekeken. Misschien wel de leukste aflevering van allemaal, de laatste aflevering. Want dat was natuurlijk echt een slecht seizoen. Nu ga ik met een bakje kokend water uit de waterkoker boven even wassen. Want ik zou echt nooit zo gewoon de deur uit kunnen gaan. Even mijn wenkbrauwen doen. Ik denk niet eens de rest. Naar sportschool en weer terug. Precies voor 12:00. En hopen dat het niet pas om 5:00 komt, maar een beetje aan het begin. Sportkleding aan. Nu een vraag aan jullie. Want het is niet een soort onzekerheid dat ik dan nu mijn wenkbrauw zou willen doen. Maar het is puur omdat ik denk, ja, ik heb het in 1 minuut gedaan en het is beter. Wat zouden jullie doen? Nu heb ik dus niks op. Op zich, mijn wenkbrauwen zijn al wel iets meer bijgegroeid nu eindelijk. Zouden jullie, als jullie mij waren, nu zo gaan? Of dan net je wenkbrauw doen? Misschien ook nog mascara en misschien ook nog concealer hierop doen? Ik vind dat het vandaag wel kan. Zonder iets. Maar ik vind het gewoon lekker om even een wenkbrauwtje erin te gooien. Borstelt er nu gewoon weer een beetje uit. Nee, dat is echt geen toevoeging. Ik vind het zelfs minder, denk ik, dan net. Ja, want nu zie je echt dat je geen make-up op hebt of zo. Nee, whatever. Oh, ik ben moe van het sporten. De loopband was bezet, waar ik op wilde. Toen ging ik even gewoon 10 minuten op de normale loopband. Zij moest nog 1:30. Toen dacht ik, dan ga ik 20 minuten daarna kracht doen. En kan nog 10 minuten daarna op de leuke loopband. Ik denk, ik heb dus geen koffie gedronken vanochtend. Ik wil het liefst echt stoppen met koffie drinken. Want ik merk dat je er wel verslaafd aan raakt. Ook al drink ik maar 1 per dag. Ik denk dat het daardoor komt, maar ik ben helemaal ingestort. Ik ben ook helemaal bezweet en ik kan niet wachten om lekker te gaan douchen en mijn haar te gaan wassen. Maar ik ben blij dat ik weer gegaan ben. Wat een verschil in de mensheid. Ik dacht, ik ga toch nog een keer bellen. Helemaal in de stress of ik die ene vrouw aan de lijn kreeg. Want toen ik ophing, zei ik chagrijn. Dat heeft ze waarschijnlijk gehoord. Maar het was volgens mij een ander. Dus ik zeg van, ja, ik weet dat ik niet te horen kan krijgen. Ja, hoe laat ongeveer, weet je wel. Maar misschien kunt u me aangeven hoeveel mensen er nog voor mij zijn. Weet je wel, ik denk dat kan je. En ze kon het gewoon zien. Dus die andere vrouw was gewoon echt aan het. Zegt ze, oh ja, nou, hij is nu in Weesp en daar zijn er nog 3 voor je. Maar ja, het kan 5 minuten duren per storing of 1 uur. En ik zie ook dat je een kwartier van tevoren gebeld wordt. Ik zeg, nou, helemaal super. Dan weet ik dat ik in ieder geval even naar de supermarkt kan gaan. Hij is net weg, maar ik even. Ik laat jullie al naar mijn telefoongesprek luisteren. Waarschijnlijk boeit het jullie niet eens. Hey, die monteur is net weg. Maar de trilplaat of zo is kapot en hij is super oud. Dus het is niet leverbaar, het onderdeel. Hij heeft ook geen boiler bij zich, dus er moet weer iemand komen. Maar nu zegt hij staat aan. Dus ik hoop voor je dat hij het nog even doet. Maar ik zeg van ja, het is voor mij gewoon niet te doen om een dag vrij te nemen. Dat is zeg maar niet haalbaar, weet je. Ik heb donderdag vrij, dat is het enige, dat is al balen. Want weet je waar ik nu van baal? Want hij zegt, ze nemen weer contact met je op. Maar ik heb nu dus gewoon weer een hele dag verloren. Hey jongens. Ik ben net mijn werk. Het is 6:30. Ik heb even snel deze spiegel. Ik heb er maar 2. Dit is de laatste. Op de post gedaan.
Die had iemand besteld, maar ik had steeds geen zin om die order te maken, omdat het een beetje lastig was met inpakken. En ook nog een ander ding van home. Ik ga, mijn beste vriendinnetje komt zo. We gaan lekker verrot in onze pyjama outfit op de bank zitten, kletsen, een film kijken. Waarbij we toch niet gaan opletten waarschijnlijk. En gewoon gezellig. Meestal doen we dat bij haar, maar nu bij mij. En ik ga even gember citroenwater maken als ik dat allebei heb. Ja, dat heb ik allebei. We zijn allebei lekker moe. En ik ben rozig. Ik heb ook selderij. En wortel. Lang verhaal kort. Ik heb echt in de klas lopen bellen. Mijn kinderen hebben heel wat geleerd over onderhandelen wat geen zin had. Ik ga het ook niet eens meer allemaal zeggen, maar ik werd helemaal gek en nu heb ik het losgelaten. Ze komen pas maandag. En ik vind het echt belachelijk, want ze waren te laat met het bestellen van de boiler. Terwijl ik woensdagavond heb gebeld en toen vroeg ik, kan de monteur dan wel vandaag eventjes komen om de boiler weer even aan te krijgen. Dat hij één keer oplaat, dat ik dit weekend een beetje water heb. Maar ik had geen voorrang, want andere dingen gingen voor. Toen zei ik, hebben die mensen die vandaag voorgaan, zijn er mensen bij die al nog eerder hebben gebeld dan ik? Nee mevrouw, blablabla. Maar ik wist dat u al eerder... Ik zeg, ja, dat staat toch in het systeem dat ik woensdagavond, sinds woensdagavond te wachten. In ieder geval, ze komen pas maandag. Ze gaan de sleutel ophalen op mijn werk. Het duurt 4 uur lang, van 12 tot 4. En dan heb ik maandag weer water. Maar dan heb ik dus 5 dagen geen water gehad. En met mazzel gisteren een beetje water in de boiler. Gelukkig heb ik dus maar gewassen. Maar het hele weekend weer geen water. En het irriteert me zwaar. Je doet zo je best en je trekt gewoon aan het dood paard. Je wordt continu doorverbonden met iedereen, iedereen, iedereen. En niemand kan wat doen. En nu heb ik maar gewoon geaccepteerd. Maar ik vind het niet oké. Okay. Want ik werd nu behandeld als iemand die vandaag pas had gebeld. Terwijl ik moest avond al had gebeld. Dus hele saaie vlog dit. Maar ja. Ik vind Comfort Partners echt een heel erg onprofessioneel bedrijf. Ik had al op mijn Insta-story gepraat. Van de 9 mensen of zo zijn er 2 mensen vriendelijk gebleven. En de rest was allemaal onaardig. Al vanaf het eerste moment toen ik heel erg begripvol was. En helemaal niet zuurde. Dus. Deze doos ophalen bij het postkantoor. Ik zei, is die groot? Ze zei, ja, maar weeg niet. Ja, nu gaan we zien wat erin zit. Wat we dus vaak krijgen. Als we klachten krijgen, dan... Oké, ik ga raden. Weet dat het één ballon is met een uitnodiging voor de opening van de kliniek store. Die ik al gehad heb waarop ik al zeg dat ik niet kan komen. Ik hoop het niet, want dat is 7 euro hè, kost het om dit op te sturen. Deze heb ik ook in mijn mail gehad. Wat vind jij daar nou van? Niet slim. Is Boelie wel? Nou ja, oké. Okay. Bedankt. Buddy, waarom is hij zo raar bij? Ja, hij wil graag je haar. Vinden jullie deze vlog leuk? In deze vlog heb ik letterlijk alleen maar gezeurd over de boiler en dat is... Ik zal even wat vertellen. Wij zitten op Tinder te kijken. Want ik vind het niet meer leuk, dus ik schakel haar in om... En tegen mensen te praten. En... Hi Bolly. Vind je lekker? We hebben Maltesers gegeten, heel gezond. Maltesers? Maltesers. Bedoel je dat? Bolly. Potje. Hi. En... Jeetje, wat leuk. Dat wil ik zeggen, we hebben water gedronken. Dat was het. En nu kijk ik naar de Good Doctor. Hoi. Wij zijn even aan het kijken. Want we willen in de zomer waarschijnlijk 5 dagen met elkaar op vakantie. Eindelijk. Echt superleuk. Mochten jullie nog tips hebben voor goede websites of zo? Het maakt ons niet heel veel uit welk land. Waarschijnlijk gewoon een leuke zonvakantie. Even 5 dagen chillen. Even uitrusten. Maar het is allemaal echt heel goedkoop. Maar als jullie tips hebben of voor een bepaald hotel of iets, weet je, we willen het liefst iets van 500 euro. Dat is heel goed om uitgeven. Allemaal, het is zaterdag en het is niet de beste week. Om 12 uur zou er hulp komen voor mij, mijn buurmeisje. Het is nog 1:30 en hij is er nog steeds niet. Nu ga ik maar gewoon weg. Ik moet even naar Almere wat kleren terugbrengen en eventjes daar kijken. Het is best mooi weer. Ik heb niet kunnen douchen. Het is een topweek. En ik heb geen ontbijt in huis, dus dat haal ik onderweg even. En dan hoop ik maar dat de schoonmaker nog wel komt en dat mijn buurmeisje open kan doen. Ik ga echt bijna niks passen, want ik heb helemaal geen zin in, maar ik had wel even deze gepast. Maar... Dat is niet. Nee, hè? Nee.
Nee. Deze heeft toch nog steeds in mijn hoofd gegeven dat ik hem wil hebben. Ik twijfel dat het een kort model is. Ik vind hem wel heel leuk. Ja, ik ga dus een rok terugbrengen die ik 25% korting heb gekocht. Ze zei dus van ja, als je nu iets anders koopt, mag je daar 25% korting op, maar anders niet. Dus daarom ben ik even aan het kijken. Ik heb met Peter van der Vorst iets sterren gekeken met Katje Schuurman. Super interessant. Nu heb ik de bol eventjes hier geschoven, want hij vindt het heel fijn als hij mij kan zien terwijl ik kook, hè? Nog iets verder, ze? Ga je kijken naar mama? Eeuw, dat klinkt echt gewoon. Dat is een heel schöne knoflook. Zo ganz geil. En jetzt zit es unter mijn nagels. En dan rauche ik die ganze avond rauche ik die knoflook in mijn nagels. Dan stoppe ik die knoflook in die perser en ik pers. En dan, du ziet al die sapf van die knoblauch. En dat is zeer lekker. En wanneer ze knoblauch bereitet, dan denkt iedereen, dat is lekker. Maar eigenlijk is het alleen maar knoblauch. Schneid nur die Schalottchen, Charlotten. Lecker schnipper, schnipperen. Lecker die Schalotten schnipperen und die Bouillon wandert für Halen. Verhit de helft van de roomboter in een pan met deksel. Ik heb geen roomboter en ik heb geen pan met deksel. Dan pakken we ook een normale pan. En wanneer we dat willen, we kunnen een andere pan als deksel brauchen. En olivenöl instead of butter. Olivenöl, dat vinden we lekker. Rugzak, 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 rugzak. Mooie dingen, gekke dingen. Dit is mijn heerlijk gerecht. Lekker. En dit, ik denk dat ik het goed verdeeld heb de helft. Eet ik dan morgen. Toppie. Lekker. Ik ga zo stuk om hoe die mensen altijd een momentje pakken. Nou. Oké, komkommer. Ik vergat het te filmen, maar jongens, ik ging helemaal stuk om Emma Wortelboer. Die voor ons de 12 punten ging doorgeven. Goedemorgen, wat gaat het snel, hè? Hoe wit ik weer ben. Hoe kan dat? Wat? Ik ga nu koffie maken. Daar ben ik mee bezig. Natuurlijk weer in mijn favoriete mok. En kijk, Lotte's vlog. Ik ga nu niet douchen, maar me weer wassen met water die ik nu ga opzetten. Lotte even uit. En dan ga ik naar de sportschool. Het is nu 11 uur. En dan geef ik mijn huisarts aan mijn buurmeisje. En dan komt het om 1 uur de schoonmaak. Ik weet niet of hij bij mij begint om 1 of pas om 3 uur komt. Dan ga ik na het sporten bij Ruben douchen. Lekker. En dan ga ik met Ruben even iets leuks doen. Als vrienden. Mensen snappen het niet, maar gewoon als vrienden. Maar we weten alleen niet wat, want het is ook niet echt mooi weer ofzo. Zielig voor Body dat ik niet kan douchen, want dat is altijd een fijn momentje samen. En nu is hij ook maar heel kort boven, omdat het natuurlijk veel minder tijd kost als je niet doucht. Mijn melk zit erin. Nu nog de koffie. Dan zou ik bij Lotte nu een leuk sfeerbeeldje krijgen. Ik ben helemaal kapot van het sporten. Ik merk toch dat ik het wel chiller vind als ik niet gebonden ben aan het tijdstip van ik heb maar 3 kwartier. Want ik heb nu, ik denk 50 minuten gesport. Of 55 minuten, echt lang voor mijn doen. En dan kan je ook gewoon nog even dingen veranderen, weet je. Even wat meer. Of... Wow, ik ben kapot. Ik heb echt hard getraind. Ik voelde dat ik ging zweten. Toen dacht ik, kom op, meer. Iemand was personal training aan het doen. En dat stimuleerde mij ook een beetje van nog een keer, nog een keer. Wow, maar nu wil ik echt liggen op de bank. Helemaal kapot. Heerlijk. Ik hoop zo dat ik morgen wat ga voelen. Nu ga ik lekker douchen bij Ruben. Oh, daar heb ik echt zin in. Oké, ik heb heerlijk gedoucht. Omgekleed. Echt, het was zo lekker. Ik dacht, ik ga ook gewoon mijn haar wassen. Het zit dan nu echt niet mooi.
maar dat is zo'n verschil als je ook je haar was. En we wisten niet wat we wilden doen. Toen zei ik, oh, laten we bij Sumo een sushi lunch doen. En dan tot 5 uur zitten we daar. Toen is het meteen ook een soort avondeten. Het is best wel mooi weer. Toen ben we nu lekker hier aan het opmaken. Doen we dus aan het rijden. En vet grappig. Gewoon super gezellig. Heb je het ook altijd dat je de eerste ronde wil je echt alles? En dan de tweede ronde wil je al minder. En dan de derde nog minder. En de vierde denk je, ik heb alles al gehad. Oh mijn god, jongens. Kijk nou. Hoe lekker. Ronde 2. Komt denk ik nog weer. Lekker. Even bij het graf van opa. Dit is de eerste keer dat ik er nu ben. Hij is dus gisteren, een maand geleden overleden. En dus 3 weken geleden was zijn begrafenis. Het gaat echt zo snel. Ik ben op zich niet heel erg iemand die graf opzoekt. Omdat ik er gewoon niet in geloof dat hij hier is. Dus ik kan zeg maar ook thuis aan hem denken. Maar ik vind wel dat ze het heel mooi hebben gedaan hier. Want we moeten nog wachten op zijn steen. Maar echt super lief. Oké, jongens, het is inmiddels maandagmiddag. Dus ik ga de weekvlog hier weer afsluiten. Ik hoop dat je hem heel erg leuk vond. Laat even een leuke reactie achter. En doe even je duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!